De eerste tomaatjes hebben we al geoogst. Als ze ongeveer zo uitzien, dan kan je ze ook prima eten. Zijn ze hartstikke lekker. Zoals die meest oranje. Laat ze nog even hangen. Want ik heb er al genoeg geoogst nu. Dat is al een behoorlijk succes. Nou, de zonnebloemen, prachtig hè. Gaan we nu even kijken naar de courgette. De courgette zijn ook een succes. Maar ik heb te weinig tijd om ze echt te verkopen. Of ja, ik verkoop ze wel, maar ik heb niet echt genoeg tijd om, er echt, om ze allemaal goed te oogsten. En dan desnoods voor een happenkrats te verkopen. Ik heb ook geen zin in, want ja, het verdient niet echt goed, die courgettes helaas. Je kan ze wel bij mij komen halen voor 50 cent per stuk. Misschien is de prijs een beetje duur. Maar ja, het zijn toch zware dingen. Je moet ze doorknippen. Je bent er toch druk mee. Dus onder de 50 cent per courgette heb ik er geen zin in. En dan ja, het resultaat is dat ik ze niet genoeg verkoop. En dat ik ze gewoon weggeef aan vrienden, aan familie. Het zijn hartstikke mooie courgettes. Ondanks de droogte zien de planten er hartstikke goed uit. Komt omdat oude paardenmest goed het vocht vasthoudt. Ik denk dat dit meloen zijn. Ik hoop het. Zou wel leuk zijn. Als pompoen zijn is het ook helemaal super. Hier had ik toch wat van die meloenen gezaaid. Dus dat is wel lachen. Alleen het is nu al eind of midden augustus, hè, dus het is eigenlijk te laat omdat er nu nog geen meloenen aanzitten, denk ik dat dat geen succes gaat worden. Hier de reuzenbovist. Als het regent moet ik er eigenlijk een keertje op stampen, of kan nu ook al. Kijk, dat zijn de sporen. Het stinkt verschrikkelijk. Die waaien nu weg. Die gaan nu ergens nestelen en dan krijgen we meer reuzenbovisten. Die kan je eten als ze nog lekker jong zijn. Mooi wit en strak van binnen. Dan kan je ze consumeren. Nou, de zonnebloem is lekker kaal, want ik heb hem geoogst voor de zaden. Beetje zielig, maar ja. Nou, gaan we nog even kijken naar mijn courgette verkooppunt. Nou, hier verkoop ik de courgette. Muntjes mogen in het potje. Het potje is helemaal vol met geld, zie je. Kijk, ze zijn al helemaal hard aan het worden. Dus deze is lekker voor de kippen en de eenden. Dan een klimplantje hier tegenaan. Nog meer courgette, maar het is niet echt een groot succes. Helaas. Maar ja, kan ik ze lekker weggeven. Doe ik ook weer mijn karma punten sparen voor het volgende project. Mooie zonnebloem bij mijn autootje. Nou, dit was de courgette boerderij midden augustus.